Hallo kijkers en toffe kijkers, gewoon een nieuwe video. In deze video gaan we weer eens Planetcraft spelen. En we zitten nog... En dat er is een blauw. Dus, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben hier bij deze video met Jarne. Ik ben Ielsaatje en dat is natuurlijk super leuk. Ik schreeuw even door deze video heen, want dat vind ik leuk. Dus, het is natuurlijk Jarne's video, ook als, maar hij wou dat ik mee ging doen. Dus, hij kan wel verwachten dat ik er doorheen kan schreeuwen. Ik heb meer video's met hem opgenomen. Dus, ja... Ik ga lekker door alles heen schreeuwen, yay! Dat is gewoon mijn stijl van video's maken, ook al ben ik half gestopt. Nou, ik ben niet gestopt, ik maak nog video's. Alleen, ze worden niet meer bekeken. En ik heb de video's ingepland van lang geleden. En toen... Oké, ik ben moe van het praten. Maar, en toen had ik ze gewoon ingepland en nu maak ik geen video's meer. Maar ik ga wel toch 5 video's maken en dat is natuurlijk super leuk. Oké. Ja, hoe gaat het in Planetcraft? Goed, Ilse had, ze speelt geen Planetcraft, maar ik wel. En zoals je ziet, gisteren was ik hier ook langs geweest, maar toen was het er nog niet helemaal af. En nu wist ik dat dit hier helemaal af is. En het is een konijntje. Het ziet er best wel schattig uit. Bij het Duits hadden we altijd het konijntje. Ik weet niet meer hoe het in het Duits is trouwens. Ik even... Maar, hoe was jouw Duits leraar vroeger? Hoe was jouw Duits leraar? Ik heb nog nooit Duitse les gehad. Hoe dan? Maar, hoe kan je nog... Maar, is het in België zo? Maar het is wel een officiële taal in België, maar we hebben er nog nooit les van gehad. Maar het is wel een officiële taal in België. Dat is vreemd dan eigenlijk, vind ik. Ja, same. Net een screenshot van het konijntje genomen. En misschien wordt dat wel de thumbnail. En... Ja, dat is leuk. Ik kan misschien ook de screenshots even doorsturen, maar hier heb ik opeens een random paar bordjes hangen. En het hangt hier al ongeveer sinds de zondag, denk ik. Dus ik denk dat ze ook daar blijven zullen hangen, maar iemand heeft helaas mijn bordje al weggehaald. Oh, why? Ik weet niet, maar het was, dus het was eigenlijk een dorp bordje. Er stond dorp, jij kaas. Ze is onlangs gepromoveerd naar houthakkerleider. Dus ja, dat vind ik wel tof. Dus mijn taak is om zoveel mogelijk hout hakken. Dus laat ik wel wat hout gaan hakken. Oké, nou, als ik niet ga praten, dan is hout hakken natuurlijk een beetje saai. Of als Jarne niet gaat praten, of als niemand gaat praten. Want dan is hout hakken saai. Omdat in Kingdom 1 moet je altijd heel veel hout hakken. En dat vond ik extreem saai. Maar, en sowieso, als ik hout hak in de video... En vooral toen ik net begon met YouTube, toen kon ik nog niet heel goed praten. Was dat altijd zo extreem saai. Moest ik dat de hele tijd timelapsen. En ja, nu is dat niet meer saai. Omdat ik gewoon de hele tijd door kan praten over echt nutteloze dingen. Want Mia is cute. Mia staat op mijn profielfoto. Want Discord kan je gewoon in de edit plakken. I don't know. Of je dat gaat doen. Je kan hier wel veel editen. Want dat is heel lekker om op te eten. En kijkers. Kijkers van Jarne. Ik weet niet hoeveel mensen er kijken. Ik ga deze video sowieso delen. Want dit wordt de geweldigste video ooit als je hem overedit. Maar kijkers. Ik heb een vraag aan jullie. Ik weet nog niet wat ik wou vragen, maar ik kom vast wel op een vraag. Ik heb een hele belangrijke vraag voor jullie. Wat vinden jullie van dat Fortnite een hype was? Want dit is echt de belangrijkste vraag ooit. Natuurlijk! Echt fantastisch. Zet het natuurlijk in de comments. En dan krijgt Jarne weer comments en dan heeft Jarne weer een video om over te maken. En dan kan hij weer een video over Fortnite maken en dat is natuurlijk superleuk. Dus hopelijk gaan jullie dat doen. Dus wat vinden jullie van de hype van Fortnite? En van het spel zelf. Laat het weten in de comments. En dat is natuurlijk super leuk. Mag ik even zeggen wat ik met Fortnite heb? Ja. Ik heb het spel 1 keer gespeeld. En na 1 keer gespeeld te hebben, heb ik het al meteen verwijderd. Oh ja, ik heb het wel wat vaker gespeeld. Sommige FIFA video's heb ik zo... Bij een FIFA video heb ik zelfs meer dan 5000 views. Dat is wel echt veel. Maar dat komt misschien ook een beetje door een kleine clickbait of zo. Ja, maakt niet uit. Ik gooi ook altijd de Femke Louise en Fortnite in de titel als de Minecraft video's die niet eens over Femke Louise gaat. Alleen maar over random dingen. Die kan allemaal random zeggen en over edits en bla bla bla. Ik maar praat best wel snel. Ik kan mezelf niet bijhouden. Ja, je lijkt wel op de ene Job van Bij zijn Survival Island serie. Hallo mensen, welkom bij die video. Vandaag gaan we natuurlijk een Minecraft en natuurlijk super leuk, zoiets. Ja. Ja, daarvan heb ik het ook, dat ik soms heel snel ga praten. Omdat, ja, Job is gewoon echt, Job is gewoon geweldig, oké? Okay? Zijn horrible serie, dat was zo geweldig. Nu hebben we natuurlijk Heroes van dus David, dat vind ik nog veel leuker. Ik zeg je eerlijk, dat die postdinges, ik vond het eigenlijk maar niks.
Het is fake. En het is grappig. En het is slecht. Wauw. Wauw, even zorg dat ik onderbreek, maar dit is niet op deze zin gewoon een heel gat hier bij gegraven. Best wel, ja. Toen ik hier eerder was, was het ook niet echt zo diep. Wow, dat is heel eng. Niet erin vallen, please. Niet doen, dat is eng. Er zijn zombies. Zijn er überhaupt zombies in Planetcraft? Nee, ik heb ze nog niet tegengekomen. Wow! Maar je kunt wel gekild worden door andere spelers. Wow, dat is wel heel erg eng hoor. Ik vind Minecraft enger dan Outlast. Tijdens Skywars schreeuw ik meer dan tijdens heel Outlast. Tijdens één potje Skywars schreeuw ik echt iets van 20 keer. Tijdens heel Outlast, ik heb 2 keer uitgespeeld, heb ik maar 5 keer geschreeuwd. Ik vind het echt heel vaak. Ik had vannacht een nachtmerrie. Ik was creepypastas aan het kijken gewoon. En toen in die droom, er waren opeens de creepypastas weg en het waren naar kindervideo's geworden van Zeppelin en zo. Ik weet niet of ze dat in België kennen. Maar dat was echt niet leuk. Ik wou creepypastas kijken en die kindervideo's die zijn gewoon niet leuk. Ik zag gewoon kinderen voor kinderen en zo. En ik zag gewoon andere kinderdingen en het was echt niet leuk. Ik werd echt schreeuwend wakker. En even voor de mensen, voor de duidelijkheid. Mensen vragen zich eigenlijk af, wat is nu eigenlijk een creepypasta? En ik weet niet of... Ik zal het even uitleggen. Een creepypasta is een kort horrorverhaal. En dat is geschreven door mensen. Het is gewoon een kort horrorverhaaltje, I don't know. Volgens mij. Dat is het makkelijkste uitgelegd. Het is niet in een film of zo, maar het is gewoon opgeschreven en zo. En dan lezen YouTubers het altijd voor en zo. Dat is gewoon geniaal. I don't know, ik weet geen creepypastas uit mijn hoofd. Dat gaat een beetje ver, denk ik. Ja, 2 jaar geleden keek ik een YouTuber, raar maar waar. Maar ik ben ondertussen al lang gestopt om zijn video's te kijken. Oh, die kijk ik ook! Raar maar waar, je bent geweldig. In die droom keek ik naar zijn video's. Ik had gewoon over hem gedroomd. Maar hij zei dat hij ging stoppen met YouTube en zo. Dat was echt niet leuk. Maar nee, hij zei dat hij een pauze ging nemen. En dat was echt niet leuk, want ik wou zijn creepypastas nog kijken. En toen wou ik gewoon nog kijken. En daarna kwamen dus al die kindervideo's. Toen ik die video van Raar maar waar af had gekeken voor de helft. Want daarna ging hij allemaal dingen zeggen die helemaal niet interessant waren. Ik wou gewoon creepypasta's kijken. Dat wou ik gewoon doen. Want creepypasta's zijn veel leuker en minder eng dan kindervideo's. Voor kleine kindjes van 3. Gisteren had ik wel een paar frustraties toen ik op de trein zat. Oh. Ik ga een horrorverhaal bedenken nu. Opeens. Ik ga een horrorverhaal bedenken over jouw trein, oké? Oké, maar zit jij ook vaak eens op de trein? Nee, eigenlijk nooit. Maar Jarno liep naar het station. Hij zag een meisje in de trein stappen. Ze had zwart haar en ze had het een beetje voor haar gezicht hangen en zo. Ze had een zwart jurkje aan en... Ja, Jarno moest ook die trein in, want hij wou naar huis van school. En toen ging hij dus de trein. Oké. En hij moest naast het meisje gaan zitten, want de trein was echt overvol. En toen keek het meisje haar aan. Ze had rode ogen. En ze had bloed op haar gezicht. I don't know. Ik ben hier zo slecht in. Ik wil kaas. Hallo, dames en heren. Welkom bij de kaas. Was dat het verhaal? Ik kan het verder maken als je wil. Wacht, laat ik misschien eerst nog even. Ik wou het zeggen, maar ik ben het ondertussen vergeten. En ja, ik wou zeggen is dat dit hier ook nieuw is, want hier zijn denk ik dat hier een handelspost komt, maar ik weet niet zeker met allemaal nieuwe dingen. De vorige afleveringen zijn we hier ook geweest. Trouwens, zet mij en Planetcraft in de titel, krijg je views. Ik had al een idee voor de titel. Wat dan? Vertel. Wacht, ik had het eerst gezegd van hem. Konijn in Planetcraft en Ilsaatje neemt de video over. Ja. Ja, de muur staat er nog steeds. En ja, het was ook een flinke opdracht om deze hele brug, door deze hele muur te bouwen. Alleen we hadden gelukkig een heel erg team die kon helpen.
Wow. Oh, moet ik dan eens dat rare verhaal nog verder vertellen? Want het is echt heel slecht, want ik bedenk het nu. Ik heb het nog nooit gehoord, dus ik bedenk het nu random. Maar Jarno zag toen het gezicht van het meisje en hij schrok. Hij schrok zo erg dat hij van zijn stoel viel. Sorry, ik roost je. Wow. Ja, oké, wacht. Nu wordt de titel veranderd. Ilse, je roost mij. Wow! En opeens is dat meisje veranderd. Ze heeft nog steeds zwart haar, maar ze ziet er weer normaler uit. Jarno snapt dat helemaal niet en hij gaat weer op zijn stoel zitten. Het meisje vraagt, allee, waarom bent u zo bang? Ik kan geen Vlaams, dus I don't know. En Jarno zegt, ik kan jouw naam niet uitspreken, wat? Ik roost mezelf. Nee, ik kan jouw naam wel uitspreken. Jarno. Maar Jarno zegt... niks. I don't know. Maar... En toen ging de trein verder rijden. En toen kwamen ze opeens op Schiphol. En in Nederland. En toen gingen ze... Ik snap niet meer wat ik aan het vertellen ben. Eet kaas! Heel gezond. Eet gewoon kaas. Waarom zou ik eigenlijk naar Schiphol gaan? Dat vraag ik me ook af. Als er in België toch al een goede luchthaven is. Ja, is dat... Nee. We gaan lekker niet naar Schiphol, we gaan naar huis. En toen was hij thuis. En toen ging hij op het deep web. En dat ging fout. Oké, doei. Alle creepypasta's gaan over het deep web. Dus... daar gebeuren vreemde dingen waarschijnlijk. Ik wil lang al bezig zijn. Oh, we zijn al een kwartier bezig. Dat is al een tijdje. Oh, dan sluit ik even de video af. Er zit een duimpje op. Druk op de abonneer knop hier beneden. Op het kanaal van Jarno. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje van onze kanalen om te hoog blijven van onze nieuwe video's. En deel natuurlijk ook even. Doei! Oké, bedankt om te kijken naar de video. Dus doei!